Vandaag ga ik mijn favoriete bami goreng recept met je delen. Het geheim van de lekkerste bami goreng is dat je de bami van tevoren kookt en laat afkoelen. Ik heb deze bami gisteravond al gekookt. Ik heb hem vervolgens afgespoeld met koud water en even opgehusseld met een beetje olie, zodat het niet gaat plakken.